Ik ben net thuis gekomen met eten en ik ging even de brief. Super tof dat je kijkt naar een gewoon nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik kom net van de douche aan en ik heb net aangekleed. En nu ga ik even dan naar aangekomen. Dat is altijd zo, als ik onder de douche ben geweest, heb ik altijd... Oh, het zat wel een beetje goed. Maar het stond niet echt helemaal goed, vond ik. Oh. Zo, het is een stuk beter dan eerst. En dan gaan we even licht allemaal hier aanzetten. Deze licht kan uit. Uit, zeker. En dan moet ik eerst even naar mijn bed, want daar zit zo ook zo een lichtknopje. Oh. Ja, aan. Ja, deze aan. Zo. En dan ga ik even lekker editen. En lekker een bakje koffie drinken. Ik heb je ook net eten gegeven. Ik word er soms echt heel moe van. Maar ja, kan je dat gewoon mouw van, kan je, bedoel ik. En ik ga eens even denken, wat ga ik vanavond eten? Ik ga nog wel allemaal bekijken, ik ga lekker koffie zetten. Wat is het heerlijk weer. Ik heb een raampje eigenlijk al een beetje op een kiertje, maar ik denk dat ik, als ik terug ben vanuit huis... wat zeg ik nou weer? Als ik thuis ben gekomen, dat ik een raampje helemaal open gooi. Nu laat ik hem even zo, ik kan lekker hier koelen. Lekker frisse lucht in komen. En kan ik tussentijd gewoon werken dadelijk. En kan je ook lekker lucht hier zo, hè? Nee, ja. Vind je dat lekker? Hè? Hè, boef van me. Die zit lekker hier op de stoel. Zoals altijd. Of op die bank. Eén van die twee ligt hier altijd. Hè, kan je? Oh, wat ben jij lief? Kutje. Oh, wordt hij alweer dit jaar 5. Ongelooflijk, gaat de tijd gewoon hard. Ik kan de hele tijd over praten dat de tijd hard gaat. Ik weet, ik zeg het zo vaak. Ik denk dat het gewoon echt mijn standaard wordt. Wat gaat de tijd hard? Maar ik ga nu klaarmaken om dadelijk lekker naar het werk toe te lopen. Dus ga ik even jas aantrekken en dan gaan we richting mijn werk. En dan ga ik lekker werken. Ik weet nou alleen niet, want op dit moment is nu dat... Kan je, ga ze heel gauw vanaf. Hey. Ga ze daar vanaf? Ja, of daar zo, ja. Mag ook. Niet op tafel, dat wil ik niet hebben. Maar dat ook bovengroep nu de laatste tijd is. En dat alleen... even denken hoe ik het ga zeggen... Dat één cliënt per dag, want maandag, woensdag en donderdag eten mensen mee. Maar je weet alleen niet of ik nou donderdag vandaag mee eet. Want vandaag is voor mij woensdag. Voor jullie is het zaterdag. Wat gaat de tijd gewoon hard. Echt. Hier weer, kijk, ik is heel hoort, maar ik zeg weer, wat gaat de tijd hard. Maar wat ik al zei, dit is ook de laatste dag dat ik nog 24 ben. Morgen ben ik een kwartje. Een kwartje. Dat is ongeveer 7 jaar geleden dat ik van school af ben. En toen was ik 18 natuurlijk. 7 jaar geleden alweer. Dan werk ik nu al 7 jaar bij mijn supermarkt. Wauw. Wat gaat dat hard zeg. Niet normaal. Hier weer. Ik blijf het zeggen. Maar ja, het gaat gewoon hard de tijd. En ik kijk hoe laat het nu is. En het is tijd om richting werk te gaan, dus laten we gaan. Let's go. Ik ben net thuis gekomen met eten en ik ging even de brievenbus openen. Kreeg ik een hele lieve kaart van wie? Ga ik even voorlezen voor jullie. Hallo lieve Sander. Zomaar even een kaartje. Ik hou van je en zodra alles voorbij is gaan we knallen. En we denken aan je, lief mij en Derek. Hoe leuk is dat? Dankjewel in ieder geval dat Glenda heeft een kaart gestuurd. Hoe leuk is dat? Tweede kaart van deze keer.
En muziekje lekker aan. En een raampje lekker open. En het is gewoon zo'n raar gevoel eigenlijk om te werken. En ik had nog een post gehad voor mijn werk. En dat is... beste alle collega's, met ietsje met Pasen te maken. En waarvoor het is dat je iets kan kopen. Paasbon eigenlijk. Waardebon heb ik gekregen. Hoe tof is dat? Dus mijn werk, dankjewel. En nu maar ga ik lekker dadelijk mensen bellen. Wie dat zijn, ga je zo meteen zien. Maar één keer in de week proberen wij even lekker belletje te doen. Ik probeer alvast dingen klaar te leggen. Dus dat ik vast klaar heb staan, dat ik dat niet van tevoren hoef te doen. En heet dat gaat ook klek, kerk. Ik weet niet of jullie dat horen, denken jullie ook de hele tijd klek, kerk, klok afgaan. Van voor het is geen flauw idee. Ik denk dat acht uur of niet. Ja, ik weet niet wat het is. Zou wel. Het is al 5 minuten bezig, die klok. Dus geen flauw idee, toch? Ja, 6 minuten nu. Nu begint het pas klaar te zijn met de klok. En dan lekker muziekje luisteren en dan ga ik denk ik op knallen. Lekker muziekje. En als er leuke muziekje voorbij hoort, dan denk ik, ja, dan moet ik hem meezingen. Laat ik jullie weten. Ga ik meezingen. Zoals jullie zien, hier zo zien jullie nou mensen, Sanne en Glenna, zo een video bellen zoals jullie zien. Ja, gezellig. Ja, alweer. Ja, alweer. Gezellig. Gezellig. Hebben. Ja, goeie vraag. Scooby-Doo-touwtjes. Oh ja. Nee, dat gaan we niet opnieuw doen. Wordt er weer chaos, dan moet ik weer helemaal lopen helpen. Ga ik hem niet doen. Mooi. Is er warm voor? Ja. Nou, eigenlijk voor jullie in de vlog. Ja, jullie zijn nu in de vlog. Morgen ben ik jarig, hè? Ja, die is er. Jarig, hoor. Bijna jarig, bijna. Want morgen is het... Eigenlijk is het nu, voor mij eigenlijk, is het nu zaterdag en morgen zondag. Nee, maar ook je al 25! Kwartje! 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 Ja, ik weet... Ik weet het alweer. Een bijzondere leeftijd! Ja, jij zegt dat! Waarom moet dat weer achteraan, hè? Van 50? Waarom? Nog 25 jaar erbij, ouwe! Nee, hoeft voor mij niet. Hoeft voor mij niet. Wat? Precies! Wat voor opmerking? Nou, weet je niet dat het voor jou niet hoeft? Wat? Nee, 25 hoeft niet te worden hoor. Nog 50 bedoel ik. Vind ik wel oud. Dan hou ik wel bij 25. Wat is mijn vader ook oud? Je zal het worden, Ekke. Helaas wel, ja. Ja. Gaan we een feest verbouwen? Ja. Nou, helaas moeten we nog een paar maanden wachten. Alleen helaas, ik ben je voor. Ja. Ja, Oké, nu moet je even uitleggen waarom. Nu moet je wat uitleggen. Vertel de reden maar. Wie moet uitleggen? Ja, jij. Oh, daar heb je het over.
En toen had ik even met Glenda en Sander gesproken. En als het goed is, Sander gaan we nog bellen. Want we gaan nog even bellen. Al is het 10:50. Maar zij hoeft niet te werken, ik wel. En zij kan lekker uitslapen. En ik ook, want ik moet pas om 1:00 morgen beginnen. En morgen is het zover, zoals jullie al zeiden. Wat ik al zei, dat ik 25 ga worden. Ongelooflijk. Het gaat de tijd hard. Nou, Sepp laten weten dat ze morgenochtend gaat bellen naar mij. Dadelijk slaap ik nog, weet je wel. Dan bel ik ze nog wakker. Dat zou wat zijn. Maar ik zet voor de zekerheid weg om 8:00. En dan ga ik lekker editen bij. En dan zie ik wel hoe laat Sander gaat bellen of zo. En dan gaan we lekker... Voor de rest zien we wel. En wat ik nu ga doen is even klaarmaken. Lekker mijn bedje in te gaan. Want over een kwartiertje is al 12:00. En ik wil lekker een keer op... Probeer het een beetje op tijd een keer te slapen. En Ganja, morgen is het dan zover. Morgen hoorde ik... 25. Ik wou zeggen 19. Oh, wat heb ik weer. Ik zit hier lekker op een gezegd. Naast Ganja. Zit lekker hier op de stoel. Hé, hey, wat gaan we nog een tikje geven? Moet ik hier blijven aaien? Moet ik hier blijven aaien? Hè? Huh? Moet ik hier blijven aaien? Hm? Moet ik hier blijven aaien? Nee? Een grote vriend van me. Maar ja, ik heb trouwens ook vandaag lekker gezellig met de groep gegeten. Was ik eigenlijk helemaal vergeten te vertellen. Lekker spaghetti met spinazie tussen. Het is 2 keer op een dag. 2 keer achter elkaar dat ik spinazie heb gegeten. Eerst met tagliatelle. En nu met spaghetti. Er zit eigenlijk bijna geen verschil aan eigenlijk. Dus. En met champignons zit erin. Iets van kip, als ik goed heb. Maar ja, laten we het klaarmaken om lekker een bedje in te gaan. Morgen weer een dag. Morgen een spannende, bijzonderste dag. En ik heb wat dingen binnengekregen. Maar dat gaan jullie allemaal morgen van zien. Hele leuke verrassings. Dus, ja. Ik vind het leuk dat ze dat in ieder geval dan mensen dat deden. Maar dan ga je allemaal morgen zien wat ze gedaan hebben. Hoe en wat. Dus, ik wil nu jullie zeggen, allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je beneden abonneert. En vast blauw duimpje achterlaat. En een super tof reactie achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers een groene vlog om 1:00. En dan zeg ik hierbij later. Oh. Oh mijn god. Ik ben lekker slim. Ik was even bezig met de koffie net te zetten. Telefoon viel bijna uit mijn handen.